Donderdagavond was er in Euroborg de gelegenheid om afscheid te nemen van de afgelopen zondag op 79-jarige leeftijd overleden Piet Fransen. Fransen voetbalde in de vorige eeuw voor GVV, Feyenoord en FC Groningen en was na zijn actieve periode in diverse functies verbonden aan de FC. Zo was hij jarenlang chauffeur van de jeugdopleiding van FC Groningen. Ik heb vaak met hem gepraat en altijd wel een man geweest met hart op de juiste plek. En, dat merkte hij in alles. Gewoon een heel warm gevoel bij hem. En, ik denk dat de familie trots op hem kan zijn en op hem is geweest. En, wat ik zeg, je merkt gewoon aan alles dat het gewoon een clubicoon is geweest. En dat het pijn doet bij heel veel mensen. Karakterman, een vechter, ruwe bos, de blanke pits, recht toe recht aan. Ongelooflijk veel humor en helemaal gek van de clubie. Piet Fransen zal door velen gemist worden. Ook door oud-FC Groningen-speler Dominique van Dijk, die helemaal uit Antwerpen kwam om afscheid te nemen van clubicoon Fransen. Nou, Piet was een vriend van de familie van ons. En heeft Gregor en mij vaak opgehaald om naar de sportschool in Groningen te gaan. Ja. Dus ik heb daar wel een band mee. Ja. Mm-hmm. Ja. Hoe kwam het nieuws bij jou aan dat hij is overleden? Ja, het is altijd onprettig hè, als mensen overlijden. Nou heb ik wel vernomen van mensen die hem beter hebben gekend dan ik, dat hij ook wel ruimschoots geleefd heeft. Dus ik denk dat het goed zo is. Ja. Ja, hij was een levensgenieter. Ja, en dat zulke mensen komen over het algemeen iets vroeger aan hun einde dan de mensen die het wat rustiger aan doen. Maar nogmaals, ik denk dat het oké is zo. Fransen maakte de laatste anderhalf jaar deel uit van de Old Stars van FC Groningen. Zijn teamgenoten beleefden in die periode een mooie tijd met hem. Ja, Piet is een toffe kerel. Of was een toffe kerel, moet ik nu zeggen. Ja. Maar goed, er was altijd feest. Dus hij had altijd wel een leuke opmerking. Ook van vroeger, wat ik allemaal wist natuurlijk. Dus ja, dat was echt heel mooi. Hij kon hele leuke verhalen vertellen over zijn voetballoopbaan. Over de periode bij Feyenoord. Over zijn periode in het Nederlands elftal. En wij hebben ontzettend met Piet gelachen. Speelden ze tegen Feyenoord. En toen ze begonnen, toen zegt Eddie Treitel tegen hem. Ben je nog altijd melkboer? Ja, natuurlijk waren ze melkboer. En na een poosje toen kreeg hij een kans. Om speelde de keeper, Treitel, en schoorde hem in doel. Zei hij tegen Treitel, dit was mijn flairflip. Dit is een fantastisch beeld. Het was niet alleen een groot keeper. Het was een fantastisch mens. Vorig jaar oktober onthulde Fransen het beeld van een andere clubicoon, Tony van Leeuwen. Fransen sprak daarbij een wens uit. En ik hoop, Ton, dat ik hier na deze tijd naast je kom staan. Als het aan de supportersvereniging van FC Groningen ligt, gaat die wens uitkomen. En niet alleen van Piet natuurlijk, maar ook van Martin Koeman. Wij gaan daar om de tafel mee zitten. En we gaan kijken wat we daar mee kunnen doen. Je moet niet verwachten dat dat morgen allemaal al geregeld is, want dat kost enorm veel geld. Dat beeld van Tony van Leeuwen heeft de supportersvereniging betaald, helemaal cash. Ik weet wat het kost, wat erbij komt te kijken, maar we gaan ons uiterste best daarvoor doen. En daar heb ik inderdaad heel veel hulp nodig voor van alle supporters in het stadion. Maar dat is van later zorgen. Ik vind, we moeten eerst netjes afscheid nemen van de clubicoon, in dit geval Piet Fransen dus.